uit. Goed, ja. Even van links naar rechts. Probeer wel te blijven ademen er doorheen. Elke stretch. Al het losmaken wil je wel gewoon normale ademhaling kunnen hanteren. Goed zo. Naar rechts, yes. Een beetje die onderkant, yes, daarop. Die dikke bobbel, dat is de gastrocnemius, grote kuitspier. En als je iets lager gaat, dan ga je naar soleus. Daar, die kan ook echt wel geïrriteerd zijn. Tight. Een beetje losmaken, wat zo. Je benen kruisen gewoon over elkaar. Dit is een grote oppervlakte nu voor die hamstring. Dus dat voel je niet zo erg. Maar hier kan je van links naar rechts bewegen, proberen. Ja, haal je andere voeten eraf. Yes, en dan proberen van links naar rechts, juist. Dat gaan we later met een kleiner balletje, een tennisbal, honkbal of een softbal. Kunnen we dan dieper in het weefsel komen. Ja, is er overheen? Wat zo? Dat is goed. Perfect. Ja, die is tijd. Blijf ademen. Nu doe je eerst die zijkant, de tractus. Yes, nu ga je wat meer naar de quads. Een beetje de laterale kant. Draai nog meer overheen. Nee, draai nog verder zo overheen. Nog verder. Yes. Goed zo. Yes. En dan ga je naar de adductors. Goed. En die kan ook best wel tight zijn. Hou het nu een beetje kort. Oké, gaan we naar de andere kant. Andere been, we beginnen met de hamstringen. Volgens mij. Nee, dat is. Heb je die nou net gedaan of niet? Nee, dit is de andere kant. Oké, eerst de hamstring, dus achterkantbeen. Die hebben we gedaan. Ook beide kanten? Ja. Oké, dan ga je naar de tractus. Ja,